Arjen Robben is in de periode 2000-2010 wel de bekendste speler die bij FC Groningen speelde. Op 16-jarige leeftijd was hij dé nieuwe verschijning in de Eredivisie. Groningen had sowieso goede spitsen. Ook de nog jonge Suárez maakte zijn debuut in de Eredivisie bij de FC. Maar de absolute publiekslieveling was toch echt de Noor Erik Nefland. Nefland paste precies bij FC Groningen. Een ideale speler voor het Groningen publiek. Bleef maar gaan, is weliswaar een spits. Je hebt spitsen die balletjes afwachten. Zo was Nefland niet. Altijd jagen, altijd rennen, er volop klappen. En dus vanaf de eerste tot de laatste minuut geliefd bij de supporters van FC Groningen. Maastorovic, daarachter Selmen. Selmen, Nefland, dit is zijn kans. En een droomdebuut voor de 26-jarige Noor. Duis, met zijn verre ingooi weer. En de kans, en de goal. Erik Nefland. Dat hij talent had, was allang duidelijk. Op jonge leeftijd werd hij gehaald door Manchester United. Al speelde hij daar zelden of nooit. Het werd ook geen succes. Zijn tweede transfer was wel een succes. Hij ging naar FC Groningen en werd daar de held uit Stavanger. Bovendien was Nefland de eerste die een doelpunt maakte in de Euroborg. Nefland weggegleden in het centrum. Het schot van Nefland gaat binnen en het is 1-0 voor Groningen. En het is weer Erik Nefland die scoort. Hij maakte de laatste in 2005 en de eerste in 2006 voor FC Groningen. Door zijn goede spel keert hij terug in het Noorse team. En in 2007 wordt hij zelfs verkozen tot Groninger van het jaar. Groningen komt steeds dichterbij. Met Suárez hier. Assoué Kotto bijna onderuit. Mooie bewegingen achter het standbeen. Oh! Wat een assist is dit. Lucius zorgt voor rugdekking bij Bahia. Maar Van der Laak heeft de bal. Nefland blijft sterk op de benen en scoort. Wat een knappe goal van Erik Nefland. De relatie tussen Ron Jans en Erik Nefland was geweldig. Onder Jans voelde Nefland zich thuis en kwam hij tot de beste prestaties in zijn loopbaan. Hij vertrok uiteindelijk naar Fulham voor toch zo'n kleine 3 miljoen euro. Maar bij Fulham lukte het niet, mede door wat blessures. Hij werd weliswaar zeer geliefd, omdat hij ook in Engeland toonde dat hij altijd er vol voor gaat. Maar de doelpunten die bleven toch grotendeels uit. Hij keerde terug naar Noorwegen en daar zal hij toch nog vaak terugdenken aan de mooiste, de beste tijd in zijn loopbaan. Want die was in Groningen.